hebben Priscil Kruiswoude, onder de rook van het Jereveen, Ilona Hoekstra. En we zien de consequenties daarvan achterin het peloton. Hoeksema dus, alleen lichtjes aan de leiding. Janneke Kensing, afgelopen winter natuurlijk winnares van de Marathon Cup op kunstijs. En ook op natuurijs weet ze van Wantum. Maar afgelopen zaterdag natuurlijk ook een tweede stek in het Nederlands kampioenschap voor de vrouwen. Wat gewonnen werd door Anouska Koster uit de Westerreen. Uitslag officieel van het klassement over drie toeren, gemeente Zuidhorn. 1 MNRS, rug nummer 4, Janneke Hensing van de Ronde van Noordhorn. Chapeau dames en heren, uw winnaar Janneke Hensing. Dames en heren, we gaan naar de laatste manche van de bedrijventandemrace. Althans, inrijdende coureurs bouwen eventjes schap. Bram, we gaan klokken. 4, 3, 2, 1 en vertrek. Ja, het slipt even door. En dan spuren natuurlijk de power van deze mannen. Kijk eens, wat een power. Hilleman en Dieleman, dames en heren, op de gezellen. 4, 3, 2, 1, depart. Vertrek, dames en heren, Dieleman en Dieleman, de topmovers. Krijgen de laatste ploeg. Laatste vertrekkende ploeg. En de brand gaat zo dadelijk tellen. 4, 3, 2, 1, vertrek en succes dames en heren voor Top Team Top. Metertjes, mannen die slippend weggingen. De tandwielen bijna in de lucht. Maar ze rijden alles uit de kasten. We hebben de laatste ploeg binnen. Tussenstand in dat klassement over drie toeren met dank natuurlijk aan Hoekstra bouw, kalfinstallaties, tuincentrum, brandmeester. De regen in de Rijn.
Goed, dames en heren, hij stoomt naar voren, helemaal buitenom ons, rug nummer 9 uit Den Horn, Pim Kazemier. En de kanjer gaat komen, de wagen van Sanders loopt binnen. De nieuwe Palena, de eerste in zijn klasse. En ergens uit de duisternis, droogt op dit moment van de Gouden Leeuw, moet de winnaar van Noordhorn 2016 binnenkomen. En we gaan hem zo dadelijk begroeten met een spetterend applaus. René Hooghiemster.